Nou, we zijn hier al aangekomen bij de fotostudio. Kijk eens. Ja. Er staan wat bekende Nederlanders op. Hè? Van... Hier, Frank Marsmaier nog. Voordat hij opgepakt werd. Ja, op die hardkamp. Er staat de trainer van Zwolle. Goedemiddag. Nee, Arnie Schilder. Ga je naar Arnie Schilder? Waarom loopt hij nou weg? Goedemiddag. Kijk, hij is zo boos. Nee, dan hou ik film ik u niet, hoor. Nee hoor. Hé, we gaan op de foto. Je weet ervan. Jullie gaan gewoon... Ja, wat leuk is, denk ik. Wat is leuk? Ja, ik zou het wel gaan. Zo, hè? We zien wel een ander petje op. Nee, alleen klompen. Klompen? Alleen de pieten, ja. Oké. Okay. Nee, ik film hem echt niet. Echt niet. Ik film hem echt niet. Kijk, is het decor? Nee, echt niet. Echt niet. Nee, kijk, zo film ik je wel. En zo niet. Hé, maar hoe is het leven hier al als... Hoe is het nou de hele dag hier al? Leuk, afwisselend. Wat zeg je? Dus er geen van om spieten? Jawel. Wel? Oké. Okay. Dan kan je het heel goed verdedigen. Nee, ik wou nieuwslezer worden. Nee, ik kom uit Wormen. Spanje. Ja, dat zeg ik nou allemaal. Hé, hey, maar serieus, vertel eventjes hoe dit nou, hoe werkt dit nu allemaal? Je wordt verkleed en dan word je heel leuk op de foto's. Nou, dan gaan we gewoon eens mee naar de mannen. Want ik wil allemaal aangekleed worden. Oké, ja, die heb ik meegenomen, is conditie, hè? Hey. Zijn jullie als vrouw? Kan ook. Allemaal sluiten. Nou, ik sluit het niet uit als een vrouw gaan. Dat sluit ik niet uit. Dat sluit ik niet uit. Of je gaat hier als vrouw, of als man. Of je gaat naar beneden, of als man. Nou, ze is streng. Dus jongens, even to the point. Als man of vrouw. Als beslissen juist. Ik ga Sven. Nou, maakt niet uit. Hé, hey, we gaan op de foto. Hoe de straks is, dat gaan we straks zien. Eén vrouw. En ik heb één fan, dat is mijn vriendin. Dat is mijn vriendin. Dat is gewoon hartstikke leuk. Hé, hey, we gaan even... We zien het zo hoe het allemaal gaat, jongens. Wil jij als vrouw? Ik als vrouw? Ja? Ja, maakt mij niet uit. Ah, maakt niet uit. Doe even gek. Doe we wel, joh. Ja, vergeet. Oké, we gaan er even uit. Weet je ook de datum wanneer die genomen is? Luister eens eventjes, we zijn nu echt, dit is echt unieke beelden. The making of the picture from Vallenham. Kijk, ik heb het ooit eens geprobeerd dit. De eerste keer dat ik de dijk liep pleurde, ik al op mijn bek. Nee, eerst moeten jullie een foto van jullie zelf maken. Oké. Okay. Dat is eigenlijk origineel, weet je wel. Ja, dat is wel origineel. Maar wij moeten ook apart, hè? Nog. Ja, okay. Voor de picture. Mag ik in het midden? Ja. En jij mag op dit uur komen zitten. Wacht, hè. Ja, je moet hier geweest zijn natuurlijk, hè? Je moet hier geweest zijn, hè? Of vooral, ook voor haar. Ik kom voor haar. Ah, nee, voor haar. Nee, niet. Nee, ik kom haar niet. Ik kom niet voor haar. Je moet hier gewoon, als je in Volendam... Ja, je bent in Volendam en dan moet je gewoon op de foto. Dat moet je gewoon doen. Ja, oké. Okay. Nou, ik knip hem even weg. En ik moet me even de telefoon wegleggen. Oké. Okay. En staan ons om het kachelvuurtje dat helder vlamt en vonken schiet. En broer nog zusje heeft verdriet. Een vrolijk liedje wordt gezongen. Nu het maantje door de ruiten toe. Sinterklaas.
Kijk, en dan heb je hier Gerard Jolink, Marco Bezzato, Jantje Smit en die staat hier. Jawel. Zwarte Piet. Zwarte Piet in Volendam. Het was een fantastische dag. Ik wil iedereen bedanken in Volendam. Mooi Volendam. Echt hoor. Dankjewel.